Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Vandaag spelen wij Jazz Punk. Om een of andere hele irritante reden doet de achtergrondmuziek mij denken aan drank en drugs. Het komt gewoon door dat dingetje erin, want ik heb jazz en punk. Ik heb jazz en punk. Ik weet niet heel veel van deze game. Ik heb net eventjes 2 minuten gespeeld om te kijken of het iets was. Ik denk dat je deze game redelijk kan omschrijven met de termen drank en drugs. En dan voornamelijk drugs. Dit is echt een super trippy game. We gaan hem lekker een uurtje spelen. Hopelijk haten we daarna ons leven niet. Het begint nu al trippy. We zijn op een of andere hele rare luchthaven. En dat is een hele rare koffer. Zitten wij daarin? Zitten wij in de koffer? De koffer is namelijk wel een beetje mensvormig. Ik ben nu heel benieuwd. We liggen op de band. Ik lig op. Wow! Wow! Wat gebeurt er? Ik snap er nu al de ballen van. Maar het zijn wel coole ballen. Wow! Oh ja, daar zitten wij dan in, zeker in die koffer. En dan bam. En dan... What the fuck? Gewoon... Ik noem het even op. Als je toevallig snapt wat er aan de hand is, geef gerust een belletje, want ik ben het nu alweer kwijt. Ik voel me wel een beetje gehersenspoeld, maar het is wel funky. Het is gewoon lekker een game om bij te dansen. Jammer genoeg kan ik niet dansen. Hey, dit vind ik wel een goede intro. Dit is eigenlijk de meest logische intro voor een game ooit. En waarom opeens een vliegtuig? Huh? 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 Oké, zo door de zo door de vliegtuigmotor heen. Toppie. Ja, de enige vraag die ik momenteel heb is vooral waarom? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Waarom? What the fuck? Dus, ik heb net het hele beginfilmpje eigenlijk geskipt. Ik ging meteen naar de gameplay toe omdat ik een ongeduldig kreng ben. Misschien, kijker, ben jij ook een ongeduldig kreng? Daar is niks mis mee. Want dan, ja, dat kan gewoon gebeuren. Maar, nu gaan we toch voor de volledige belevenis wel het introfilmpje kijken. Ik denk dat ze hier heel veel tijd in hebben gestopt. Waarom? Hé, hey, we hebben het overleefd. Ja, dan begin je dus zo en dan denk je, oké, de drugs werken. Die staan hartstikke aan. Hier is onze koffer. Onze instellingen zijn omgekeerd. Heb ik net per ongeluk gedaan, geloof ik. Shit, we zijn er weer terug. Invert access. Fuck die shit, ik kan daar heel slecht tegen. Als ik met mijn muis naar boven ga, moet mijn hoofd gewoon naar boven gaan, oké? Oké, we zijn in ieder geval ergens. We zijn in Darlington. Prachtige plek. En ik heb daar nog gestudeerd, joh. En we kunnen hierheen, maar we kunnen ook deze supergeheime gang ingaan. Die hier niet is. Dat was een grapje. Haha, flauw. Oké dan. Hallo. Ik ben Rick van YouTube. Roken is slecht voor je. Daarom doe je het ook niet. Goed bezig. Wat zei je? Wat zei je over mij? The director will be with you shortly. Oké dan. Geef me een kus. Bam. 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 Oké, wat moeten we nu doen? Press E to sit down. Ik heb het net al gedaan hoor. Ik doe alsof ik van niks weet. Haha, ik weet alles. Dit is een fantastisch blad. Dit is een fantastisch blad. A reader's digestive is een blad. Dat is nu dan reader's digestive organs. Leuk. Soak. Kan. En hier heb je de playbot. De playbot. Dat is toch wel grappig. Mag ik weg uit deze vliegtuigstoel die om een of andere reden in het kantoor staat? Yo, hartstikke mooi. We moeten hierheen naar de directeur. Verder dan dit heb ik niet gespeeld. Ik dacht, ja, zit wel goed, joh. Wat moet ik doen? Oké. Goed, joh. Goed verhaal. Wat? Oh, hey. Press E to sit down. Op het scheetkussen. Basically, we need you to infiltrate the Soviet consulate. Oké. Ah, ja. They've taken some of our important technology, and it's imperative that we get it back in the right hands. As per usual, here's your missional subscription. The fuck? Ik krijg drugs? Drank en drugs? Oké. If you need me, I'll be in the wine cellar. Oké, hij is in de wijnkelder. Oké, we moeten dus infiltreren in Rusland. En we krijgen drugs mee. Take one capsule every mission, or until reality is sufficiently augmented. Oké. Hartstikke mooi. Ik ga dit ook kopen voor thuis. Ik vind het helemaal best. Ik neem deze lekker mee. Ik neem er even lekker eentje in. Starting mission in 5, 4, 3, 2, 1. Dit is geniaal. Alle missies zijn gewoon zware drugstrips. Net als mijn leven. Dat is niet waar, denk ik. Ik heb wel een banaan hier.
Er ligt echt al meerdere dagen op mijn kamer. Wat moet ik met die informatie, Rick? Niks. Het is gewoon een leuke banaan. Woe, we zijn begonnen, denk ik. De naam van de game staat al heel groot in beeld. Dat is toch verdacht. Infiltrate the Soviet Consulate. Ik doe mijn best. Hallo? Ik kom even in... Wow, zieke... Wow, hoe werkt dit? Zieke spion hier, hoor. Kijk maar, ik zie hem het krantje lezen. We zitten hier een andere man. Do you have the MacGuffin? Een MacGuffin is een heel ingewikkeld voorwerp. Dat is een voorwerp dat helemaal geen interesse... Het is heel moeilijk uit te leggen. Maar als je geïnteresseerd bent wat een MacGuffin is... Een MacGuffin is een voorwerp... Waarvan lijkt alsof het heel belangrijk is voor de verhaallijn, maar dat is het niet. Stel, je moet de Sovjet-documenten halen, maar je kan ook gewoon de deur uitlopen en alsnog een missie halen. Dan zijn de geheime documenten een MacGuffin, een afleiding. Hallo? Waarom heb jij een groene lippenstift? En waarom zit er een hele rare... Waarom zit er een sigaret in je keel? Dat vroeg ik me gewoon af. No! Nee betekent nee. Ik zal gaan en neem dit papiertje mee. Oeh, ik ben hem aan het stelen. Ik heb geen idee wat ik doe. Readme.txt, hartstikke mooi. Ik ben niet aan het hacken, ik ben een hacker, heel wat anders. Oké, okay. Oh, ik moet alle bestanden meenemen zeker. Oké, hartstikke mooi. Helemaal mooi. Kan ik hier langs misschien? Hallo? Oké, toppie. Jij zegt het man. Oké, ik mag echt niet langs. Dan misschien ren ik er gewoon langs. Lunchtime, communist plotting, vodka en biscuits, potato sack race. Dat zijn de belangrijke dingen. Vooral de aardappelzak race, die is essentieel voor mijn bestaan. Ik ga weer naar buiten toe dan. Er zijn hier boven mensen aan het werken. Misschien moet ik die gewoon doormaken. Ik heb geen idee. Oh, er is wel een raam open daar. Ik heb een ideetje. Eerst even met deze man praten. Hij ziet er belangrijk uit. Hallo, belangrijke man. Je bent vet klein. I want to see the big sleep mode. It's playing at the parallax. Right over there. Woe, oké, ik heb geen idee wat je allemaal aan het doen bent, maar ik ga er gewoon lekker heen. Hartstikke gezellig. Wat gebeurt hier overigens allemaal? Gewoon met iedereen praten, ik ben een heel sociaal persoon eigenlijk. Zit je... Oh. Sorry, grapje, 1 april. Haha, oké, wat zegt hij? I'm oké. Oh, niks aan het handje. Dan is het goed. Oké, nou. Hier is nog een afluisterbusje, dat had je kunnen maken. Oh, vriend, ik heb niks. Live, het was net gezellig. Keiharde muziek hier, hartstikke fijn. Show begint in 1 minuut. Gaan we naar binnen. Oké, fuck de rij. Ik ben de rij. Oeh. Ben ik nou een sigaar aan het roken? Ja, dat lijkt het wel op, ja. Je kan ook echt sigaar roken als je op E drukt. Dit is goed om te promoten aan kinderen. Waar de fuck kijk ik überhaupt naar? Het is een joch. Met een slinger op zijn hoofd. Het is een slingerhoofd, joch. Dit is, ja, ik word hier gewoon depressief van. Ik ga mezelf wel doodroken. Rook sneller en harder. Nee, kut. Eet die popcorn. Was dat het? Ja hoor! Beste show ooit! Dit is goede shit! Oké, Retirement is bliss. Natuurlijk! Zou je lekker in de rij? Wil je erover praten misschien? Niemand wil zijn emoties kwijt bij mij, dat mag. Is dit iets? Aha! Get a job! Neem zelf een baan! What the fuck? Deze hele game gaat een beetje langs me. Zoals een scheet in een trein. Hallo? Hallo? Nee? Oké, top. Dan dit dan misschien. Ik probeer gratis wifi te krijgen van Starbucks. Logisch. What the fuck? Oh shit, ik ben dood. Mag ik dat nog een keer proberen? Alsjeblieft. Nog een keer, ja. Shit, terug. Ja hoor. Ja hoor. Lekker bezig. Heb ik het gehaald of moet er nog iets gebeuren? Moet je gewoon dat... Oh, er ligt iets op de weg. Misschien moeten we dat pakken. Oh shit, ik ben awesome. Moet ik nou weer terug of zo? Wat is het doel van dit spel? Ik heb een magneet in mijn bek, geloof ik. What the fuck? Nogmaals, de belangrijke vraag die al meerdere keren gesteld is deze hele aflevering. What the fuck? Oh shit. Laat maar. Laat dit hele spel maar. Wat? Waarom heb je sowieso een hanekam? Deze drugs. Nee, nooit meer. Wat zie je te doen? Autobahn. Ik heb het gevoel alsof bijna alles in deze game klikbaar is. Dus ik moet toch ook overal op afgaan. Hallo! Oké, dan niet. Duw me niet zo. Dwaas. Kan ik hier misschien wat doen? Aha. We specialiseren ons in het witwassen van uw gestolen spullen. Oké. Dankjewel, denk ik. Dat is lief van je. Hé, hey, robot. Mijn naam is Johnny 2. Oké, ik ben meer een Johnny Test fan, maar als dat je ding is. Ik heb een idee. Oké. Blub. Blub. Oké, wat dat idee is.
Trek aan mijn vinger. Oké, graag. Dat was het beste idee ooit. Ik ben superieur aan een afvalbak. Dat is fijn om te horen, man. Ik heb het gevoel dat ik niet veel aan je heb. Kan ik hier naar binnen misschien? Ik at wat en nu brand ik van de energie. Het ziet eruit alsof een radioactieve vis. Ja, fish and chips. Oh, dat is grappig, want je hebt natuurlijk fish and chips. Maar dan hebben ze fish and chips. Ja, radioactieve fish and chips. Logisch. Oeh, een gangster in een steeg. Hallo, je bent laat. Sidequest. Oké, wat is hier te doen? Nou, dat is de game pauzeren. Dat is niet interessant. Nou, is goed. We gaan de sidequest doen. Vind de mailbox met krijt aan de zijkant. Je krijgt verdere instructies vandaar. Oké. We are everywhere in underwear. No, wait. Oké. But then I'd have to kill you. Ik kan het je vertellen, maar dan moet ik je vermoorden. Ja, ja, logisch. Oké, we gaan op zoek naar een magische prullenbak. Hier is wel een prullenbak. Wow! Ga weg. Fuck jou! Wow, broodje! Deze game is fantastisch! En dan is de prullenbak gewoon mee. Fuck prullenbakken! Het is een statement. Is dat hem? Hallo meneer! Deze game is leuk! Ik ben gewoon een doos. Oké, doos. Je moet je doos houden. Oké, dan. We gaan gewoon verder met ons doldwaze avontuur. Want als we iets aan het doen zijn momenteel... Nee, ik wil geen baan! Wat de fuck is hier op de grond? Is dat popcorn? Ik heb al eerder met popcorn gegooid. Daar is nog steeds een duif om een of andere reden. Oké, deze game wordt met een seconde raarder. En het is al zo raar. Pilletjes, nemen. Heb ik hem meegenomen? Misschien? We lopen gewoon verder alsof er niks aan het handje is. Misschien hebben we uiteindelijk een keer een rondje lopen. Wat doet dit? What the fuck? Ja, in principe. Wat is het doel van deze game? Iedereen vraagt het zich af. Nou, ik vraag het me in ieder geval af. Dat is iets. In ieder geval, iemand doet de moeite zich af te vragen. Oké, hier is een muzikant. Hier is nog een lekker steegje. Ik ben dol lekker in steegjes. Oké, wat kan deze man allemaal voor ons doen? It's all about the jazz, man. This is what the jazz is about. I got some upcoming gigs. Almost a terabyte. Oh, die is grappig. Ik heb opkomende gigs. Bijna een terabyte. I'll record on that. Oké. Zal ik je geld stelen? Oh, ik kan zijn geld pakken en dan misschien kan ik hem in zo'n machine gooien. Die zeggen dat ik geld moet halen. Kijk! Oh, dan krijg je weer de krant. Ik heb deze krant al gehad. En er staat trouwens in de krant dat de maan is geëxplodeerd. Oh, daar is... Je kan gewoon zijn geld stelen. Dan aan hem geven en dan is hij gewoon blij met je. Oké, ik hou je geld wel. Oké, we kunnen eens even door onze inventory heen. We hebben alleen een manse gestolen geld. Dus, nou, het is goed genoeg. Heb je er nog wat in? Aha! Een jazzpunk gamepie. Kan ik die niet meenemen? Oké, dan. Kan ik mensen betalen misschien? Mevrouw! Cyberprostituee. Oh, ik heb haar geld gegeven. Wow! Wow! Nice! Ik kalibreer je sensor voor een dollar. Thanks! Ik ga nog een dollar halen. Ben zo terug. Hey! Dankjewel. Hey! Kalibreer mijn sensor nog eens. Nice. Doen we nog een keer. Ik weet wat we de rest van de aflevering gaan doen. Dit. Are you crazy? Misschien. Oh, hier is wel weer die man trouwens. Valt me gewoon even op. Hartstikke mooi. Was je er weer? Psst. We need you to degauss free carrier pigeons. Oké. Sidequest. Raak iedere duif drie keer. Oké. We hebben inderdaad eerder al duiven rond zien lopen. Ik denk dat ik de duif dan eens moet raken met deze beam. En dan gewoon terug moet komen bij die gast. Oké, dan. Daar is een duif. Hey! Duif! Woe! Oké, dat is één. Fuck de duiven! Fuck de duiven, man. Oké, we hebben in ieder geval een soort van kleine sidequest. Laten we die eerst even gauw doen. Dan komen we weer terug bij het beginpunt. Waar zijn die fucking duiven? Ik sloop ze als het moet. Ik sloop ze sowieso wel. Of het nou moet of niet. Kunnen we even over deze brug heen lopen en alle nazi-duiven doodmaken? Ah, ben ik bijna een rondje gedaan trouwens. Dat is fijn. The fuck hoor ik trouwens? Gewoon even een kleine open vraag. Altijd die duiven vinden gaan nog best tricky worden hoor. Hé, hey, daar is die man weer.
Hallo. Wil je wat gum? Tuurlijk! Wat gebeurt er nu dan weer dan? Wat is er aan het handje? Pats! My eyes. In zijn face. Oké, we hebben nu weer een duiventeller in beeld. Geen idee of die er net ook was, maar die hebben we nu in ieder geval. Wat is dat hier voor moois? Oh ja, dat is weer het begin. Hé, daar is een duif. Dat is helemaal geen duif, Rick. Misschien is het wel geen duif. Wow, spawnkillen. Die is dood hoor, die is kapot. Waarom zie je overal van die spionmannen? Het is spionman. Het werelds eerste spion. Oké, we hebben in ieder geval een duif gesloopt. Waar zijn die andere twee bitches? Oh, daar is er eentje. Pat! Wow, hij spins. Oh, daar is hij, daar is hij. Pak hem! Met je laserbeam. Oké, kom op, Rick. Hij is kapot en hij dropt. Parfum? Oké, de pigeon. En, what the fuck? What the fuck? Oké, dan. We moeten nog één duif slopen. Er moet wat te doen zijn. Ik dacht eens van, oh, het is zo groot, ik ga ze nooit vinden. Maar ze vallen redelijk op met hun dikke duivenkoppen. Hallo daar, een dikke duif. Ah, daar gaat hij al. Paats. Misschien is het wel geen duif. Misschien is het wel een meeuw. Niemand weet het. Ik weet wel dat hij doodgaat. Paats, dikke spam, jongen. Oké, we hebben nog wat duivenparfum. Return to informant. Oké, we hebben de sidequest gehaald in ieder geval. Nog meer duivenship meenemen. Ik wil dat wapen eigenlijk behouden, maar dat is natuurlijk niet nodig voor de quest. Wat? Wat heb ik gedaan? Ik kan sowieso nu parfum spuiten op mensen. Ik heb geen idee wat ik daaraan heb. Vinden ze dat leuk? Wow! What the fuck? Als je dat dus op mensen gebruikt, dan veranderen ze in een duif? Wat? Wat? Eén duif. Een euro. Weer een euro. Kom hier, jij! Oké, we gaan terug naar de informant. Dan geven we deze duif een euro. Hij weigert. Ik kan nog een keer deze mevrouw op Jorsten zien als we willen. Wow! Was dat hem? Nee, dat is een andere. Je hebt mijn laptop gestolen. Geen probleem. Wat is hier allemaal te doen? Pizza! Oké. Wat gebeurt er? Oké. Wow, het is de we zijn in Pizzaland? Hoezo zijn we in Pizzaland? Gewoon een vraag over Pizzaland. Waarom ben ik in Pizzaland? Oh, kijk, ik heb een pizza ding waarmee ze pizza's uit de oven halen. Een pizza schep. Oh, er zijn een soort pizza zombies of zo? Sterf, pizza zombie. Fuck you. What the fuck? Oh, de pizza roller. Pat, pat. Oh, mijn god, ik hak ze in stukken. Pat, steek je dood. Tjaga, tjaga. Bam. Doe het een beetje om en om hoor. Oh, mijn god, sla me niet alsjeblieft. Ik ben heel gevoelig voor geslagen worden en zo. Pat, pat. Wow. Oké, tot nu toe gaat het best goed. Misschien kan ik dit lichaam nog een beetje in stukjes hakken. Dat is dan mijn specialiteit. Kijk eens aan. Oh, ik hou van mijn leven. En dit spel. Dit spel bevat mijn hoofd goed samen. Denk ik. Oké, we gaan verder. Hier is een pizza hut. De 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 pizza hut. En de pizza hut. McDonald's. Pizza Hut, McDonald's! Pot! En bam! En ik word een beetje duizelig hiervan. Zou je alsjeblieft dood willen gaan? Dankjewel, bitch. Ik heb geen idee of ik ook dood kan gaan hier. Zijn er nog regels of niet? Oh, fuck dit. Gemene pizza, man. Je kan ze alleen slaan als je heel dichtbij bent, wat me erg kwetsbaar opstelt. Oké, dat is een stukje van je hoofd. Dat is een andere stukje van je hoofd. En een pam! Oh shit, zit ook achter me. Dit is uitdagend. Pizza zombies zijn stug. Stug. En ze zijn ook nog stug. Probeer je die keer in zijn face te lopen en dan te mappen en dan gauw achteruit te lopen. Maar dat werkt niet echt. Voor mijn gevoel moet je ze ook in stukjes snijden, anders dan willen ze niet. Behalve die eerste, die ging wel liggen zonder. Oké. Zijn we al langzaam aan doodgaan? Because I would like to know. Oké, deze is al bijna kapot. Dus snij hem nog even één keer aan. Zo. In stukjes gehackt. Ik maak gehakt van je. Of pizza, want dat was je toch al. Hey. Voor mijn gevoel gaan we wel langzaam dood. Hier is de Pizza Hut. Speciaal nog even een klein overwinningsrondje. Als we nog pizza zombies tegenkomen, gaan negeren. Fuck jou, ik negeer je. Ik ben de grotere man in deze discussie en ik ga deze discussie niet aan. Oké, we zijn binnen. Daar is meer pizza, natuurlijk. Misschien worden we nog gevolgd door een pizza zombie, maar dat valt al mee. Paats. Was dat het einde? Is dit het einde? Dan hangt hier ook een grote vis aan de muur. Waarom hangt hier een grote vis? Ah. Hanna! Pizza.
All work and no play makes Jack a dull pizza. Dit is een hele vergezochte referentie. The Shining. Dan zit Jack, die gaat een boek schrijven. En op een gegeven moment doen ze van... Hey Jack, wat heb je nou eigenlijk geschreven in al die tijd? En heeft hij een hele stapel waar alleen maar op staat... All work and no play makes Jack a dull boy. Dat is het enige wat hij typte. En hier heeft hij dus al dingen zijn... makes Jack a dull pizza. Oké, dat was lachen. Terug naar de Vermand! Waar heb ik die gast ontmoet? Hier was die vrouw van de heerlijke sensoren. Hier is een man die gewoon heerlijk is in het algemeen. Aha! Hij heeft de duiven. Thanks for collecting the pigeons. Dankjewel voor de duiven. This is my Mima's secret pigeon pot pie recipe. Zijn oma's geheime duiventaartrecept. Please wait while they bake. Moet ik 12 minuten wachten? Nee. Aha, dat is geen 12 minuten. Mima used to make. Burns all over my ik heb 4 graden brandingen over mijn hele gezicht. Dat is fantastisch. Goed om te horen. Burns. Het brandt. Weet je wat ook brandt? Vuur. I have 4 degree burns all over my ik denk dat dit gesprek face. Nu af is, of niet? It burns. Oké. Nou. Wow. Was je er weer? Nee, dat wilde ik niet doen. Sorry. Ik wil laat mijn geld houden. Oké, dan. Wat gaan we nu doen? We zijn hier nog niet helemaal geweest. Laten we gewoon lekker het hele stadje afgaan. Klop. Ik hoop dat iemand open doet, dat ik hem in zijn gezicht kan slaan. Hallo! Joehoe! Wil je graag naar binnen? Of niet? Het is grappig. Schattig handje. Waar is mijn handje? Oké, ik denk, ik heb zo'n gevoel. Gewoon een gevoel diep van binnen, alsof niemand meer open gaat doen. Kan aan mij liggen. Eens even kijken. Hier nog een gezellig steegje. Hartstikke mooi. Hier is weer zo'n mailbox. Gebeurt helemaal niks. Hartstikke mooi. Hier is misschien ook nog wat te doen. Dicht voor geen enkele reden. Alle winkels zijn dicht met een gekke reden. En deze is gewoon geen reden dicht. Gone fishing. Tuurlijk. We lopen even over deze brug heen. En we vinden waar we naar zoeken. Hoop ik. Anders dan wordt deze video ook zo saai. Als we de hele video niks doen. Het scheelt niet veel. We doen eigenlijk praktisch niks. Alleen af en toe gebeuren er wat rare dingen. Kunnen we over deze hark heen lopen? Misschien E. Kom op, joh. Toch over een hark heen te kunnen lopen. Mijn leven. Aan de kant, informant. Dat ruimt. Aan de kant, informant. Hallo? What the fuck? Er zit allemaal spul op je gezicht! Oké, I love you, goodbye. Oké, I love you, goodbye. Geen moeite, geniet van je kip. Later. Ja, ik wil heel graag het Sovjet consulate. Wacht! Eens eventjes. Als we nou duivenpheromonen op de bewaker spuiten, dan komen we binnen. Het is een heel vergezocht idee hoor, maar... Maakt niet uit. Oh, hij is weg. We kunnen gewoon verder zeker, of niet? Maar daar is hij. Werkt dit? What the fuck? Lol. Oh, we kunnen hier wat aan veranderen. Oh, het is een soort puzzeltje. Oké. Kom in de spotting is om 4:15. Dus we moeten hem even op 4:15 zetten. 4:15? Het is wel bijna 5 nu. Oh, ik heb ook de kleine en de grote wijzer door elkaar, of niet? Is dit de grote wijzer of is dit de kleine wijzer? Niemand weet het. Nee, als ik deze heel klein beetje beweeg, gaat deze een rondje als het goed is. Ja. Dit is de grote wijzer. Moet op 4. En dan moet ook 15, dus dan moet hij wat verder zitten. Hij moet zo zijn. Oké. Als het goed is, heb ik nu een afspraak. Hallo? Ik haat customer service. Ik heb een appointment, vind ik. Ik heb de tijd veranderd. En ik wil dit luchtje meenemen. Ik snap er de ballen van. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we naar buiten gewoon, joh. Whatever. Ja, ik weet dat ene wat ik deed. Dat andere gebeuren was ook een sidequest, geloof ik. Die prullenbak vinden. Dus dan denk ik, ja. Wat zijn we momenteel allemaal aan het bereiken? Niks. Maar dat maakt niet uit. Want daar staat Serpent Gameplay voor. Wat is er met je rug aan de hand, jongen? Believe in yourself. Geloof in jezelf. Oké, dan. Doe mijn best. Hier is nog een derde magische brug. Voor de liefhebbers van magische bruggen. Oké, dan. Daar is die jazz-speler weer. Maar let even goed op voor dingen die we op kunnen pakken onderweg. Hier is een robot. Hier is een prullenbak. Hartstikke fijn. Wat staat hier nou weer? Ik heb geen idee wat hier staat, maar het ziet er wel gezellig uit. Heb ik dit eerder gezien? Misschien? Gewoon, we lopen het hele rondje nog een keer af en misschien ontdekken we iets. Prullenbakken. Graag. Er moet ergens iets te doen zijn, dames en heren.
Zo'n speciale prullenbak met krijt erop zoeken we nog steeds. Alleen die is onmogelijk te vinden. Oh, hier is die man weer. Ja. Beste man. Ik snap er nog steeds niks van. Gewoon even dat je het weet. Hier zijn we ook geweest. Hier is die gekke kikker die je kan helpen oversteken. Om een of andere reden. Als hier die prullenbak ook niet is. Wat moet ik dan doen met mijn leven? Goeie vraag, Rick. Dank je. Zijn ze hier weer, hoor. Gaan we weer weg. Ja. Ja. Dit is een beetje het probleem met de XXL gameplay. Dit is echt ongeknipte troep een uur lang. Deze struggles horen bij de XXL gameplay. Maar het is wel fijn als we verder kunnen met de quest, zeg maar. We moeten infiltreren, we moeten toch echt binnen zien te komen. Waarom zijn we zo van het roken hier? Dat is niet de bedoeling, jongens. Slechte reclame dit. Dode duiven. Misschien moet ik daar wat mee doen. Er moet ergens een prullenbak zijn. En er zijn al meer prullenbakken, alleen ze helpen niet meer met het spel. Oh, daar is iets te doen misschien. Die heb ik nog niet gespot. Hallo. Oh, ik ga misschien een afspraak maken. Kijk. Dit is even een telefoonnummer hebben. Ik kan er wel geld in gooien als het moet. Even kijken of er binnen misschien een telefoonnummer staat. Heel veel rare shit in ieder geval. Staat vast hier ergens bij de info een telefoonnummer. Niet eens. Wie moet dan bellen? Sorry, I cannot allow you access. Nee, ja, nee, tuurlijk. Maar ik heb ook gewoon dingen te doen. Dus, of ik moet via de bovenkant binnenkomen. Dan is de vraag, hoe krijg ik die werkers naar beneden? Dus ik ga wel gewoon wat random nummers intikken. Oh, hier ligt iets. Kijk, dit hebben we nodig. Vier los, een stuk in de Call the Hint helpline. 555 hint. En het kost geld. Oké, is niet erg. 555 hint. Hallo. Oh, ik heb meerdere vijven gedaan. Drie vijven. 1, 2, 3. Hint. Hint. Mand. Ik heb er echt drie keer geklikt. Waarom gebeurt er dan opeens niks? Huh? Wat de... Er staat 555 hint. Dat is toch wat ik moet doen met mijn leven? Ik snap... Maar... Oh, je laat gewoon zo'n arm vallen als je klaar bent met die knopjes indrukken. Dit is helemaal niet je echte arm. Kun je even proberen geld erin te gooien? Maar dat mag blijkbaar niet. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dan doet hij het in één keer wel als ik 4 keer 5 indruk en dan zeg je dat hij niet bestaat. Hoe moet ik dan die hint doen? Is het 555 streepje of zo? Is dat het? Streepje. Ah, waarschijnlijk is dit het. Denk ik. Misschien. Nou krijg dat nou even... Fuck jou! Ik wil verder met de game. Mijn leven. Mijn leven, Pablo. I can't wait for lunchtime. Aha! Dat is het gewoon. Lunch is om 12 uur. Is het goed genoeg? Ja, is wel goed genoeg. Zo. Lunch! Oh, kijk! Geniale jongen hier. Ik moest lunchtijd aanzetten. Gefixt. Nu zijn de werkers weg en nu kan ik naar boven toe. En dan kan ik nog even wat duiven spannen als ik dat zo leuk vind. Het is echt leuk om mensen in duiven om te toveren. Leuker dan je denkt in ieder geval. Oké, we gaan omhoog met het karretje. Nu maken we een beetje vaart in de game. Oké, dan nou, even een knopje drukken, batsboom. Ik zag al ergens een open raam staan. Dat is een open kans. Grappig. Oh, gaat hij gewoon door? Oké, geen probleem. Oh mijn god. Super mega speciale spionage. Pats, zo erin. What? Maakt hij nou een awesome koprol? Dan weet je dat je een awesome geheim agent bent, hoor. Top geheim. Oké, die zou ik even downloaden. Of niet, dat mag ook. Ik neem al lekker niks mee vanaf hier. Ook geen probleem. Oh, kun je dit even meenemen? What? Huh? Ik heb een kunst gestolen. Oké, microscoopje. Hallo. What? Oh mijn god, dat is dikke cellenporno. Ondanks dat ze zichzelf vaak zelfstandig kunnen voorplanten. Oh mijn god, space invaders. Ik kan hem een van de... Oh, ik kan wel naar links en rechts bewegen. Oh, voor mij moet ik die schilder juist zelf gebruiken in plaats van ze kapot te schieten, maar toch. Dit is grappig. Lekker oldschool dit. Sterf, bitches! Ik ben hier niet heel goed in, zoals je kan zien, maar hey, ik doe mijn ding. Kom dan! Woe! Is er een level 2? Dan heb ik helemaal niet zoveel zin meer in. Mooi.
Is er nog iemand verder in het supergeheime lab? Aha. Wat? 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 Ik snap het niet. Prullenbak. Bewegende muren. Telefoon. Natuurlijk. Hack here. Oké, denk ik. Oh god, wat is... Oh, nu kan ik hem opnemen? What the fuck doe ik? Oh, nu kan ik de 555 helpline bellen misschien. Oh. Vul 1 in om een data cartridge uit te trekken. Nou, dan doen we hier een 1 natuurlijk, hè? Nee! Niet verder gaan! Verdomme! Hij trekt automatisch dat vingertje verder. 1. Dial 1. Pats. Waarom krijg je die data cartridge niet? Ik blijf maar 1 dialen voor... Nee! Niet die kant op! Lul! Thank you for infiltrating. Oké. Heb ik die data cartridge nu? Natuurlijk niet. Huh? 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 We moeten iets doen hier waardoor we die cartridge kunnen verdienen. Dat is het hele idee, leek mij. Ik bel gewoon keihard die 1. Is dat wel iets, misschien iets van een code? Huh? Ik vind het helemaal gezellig hier. Alleen, het punt ontbreekt een beetje. Misschien staat het op die doos. Oh, die kan ik niet meer pakken. Oké, dan was het vast niet belangrijk. Ik heb alleen maar die telefoon. En ze zeggen, bel 1. Zo bel je toch een 1, of niet? De vinger in het gaatje van een 0. En doet zo. Of moet ik ergens anders een 1 invullen? Zoals hier zo. Denk het niet. Ik denk... Hier is wel een toetsenbordje. Nope, dan kom je gewoon weer terug in de normale kutwereld. We kunnen eens even rondkijken. Misschien is het helemaal niet belangrijk voor de verdere verhaallijn. Precies, daar heb je het al. Geen idee wat ik aan het doen ben, maar ik heb het hartstikke naar mijn zin hier. Dat zijn mooie lampjes. Heb ik nou geplast of dat niet? Toch wel, hè? Nog een keer. Ik heb een foto van mijn kont gemaakt. Voor mij is dat het, ja. Oh ja, kijk maar, er komen heel veel kontfoto's uit. Nice. Beste kontfoto's 2012. Eens even kijken. Oh, deze neem ik ook lekker mee, joh. Ik heb 2 kunstwerken gestolen. Misschien is dat nog belangrijk of zo. I don't know. Ah! Ik ben fucking slim, jongen. Voor iemand die dit nooit heeft gespeeld, had ik redelijk snel door dat je die foto voor de foto niet moest houden. Misschien dacht iedereen dat al meteen, hoor. Ik voel me een beetje slim. Ik mag ook best af en toe een slim momentje hebben, naast alle domme momentjes die ik meestal heb. Wow, dat ging eventjes snel. You don't have the cartridge. Ja, godnonde... Padoem. Ik weet dat ik de cartridge niet heb. Oh, wat heb ik ook weer bij me? Ik heb alleen maar dit ding bij me. En dat andere schilderij is opeens ook pleiten. Oké, helemaal mooi. We zitten momenteel dus vast om het feit dat ik die cartridge niet kan krijgen. Ice alarm. Maar alles staat in de fik. Ik noem het gewoon even op. Alles staat in de fik. Oh, misschien kan ik hier iets mee ofzo. Oh, ik glij hier omdat er ijs ligt ofzo. Het zou nu weg moeten zijn in ieder geval. Maar daar is het niet. En we kunnen ook drukken op het vuur al dan. Dan komt er over ijs uit natuurlijk. Kijk. Water. De water. Gaan nu alle machines kapot? Is dat de truc? Het is een gladde vloer hier, daarom. Oké. Ik zie even het verband niet tussen hier het weer kunnen veranderen en het krijgen van de cartridge. Het is wel allemaal heel nat hier. Laten we nog verkeerd het vuuralarm aanzetten. Oh nee, ik bedoel juist het ijsalarm. Oh, dat mag niet meer. Dan doe ik het er lekker niet. Doe ik het er lekker niet, joh. Houd toch al die poeltjes water niet weg. Wat hoor ik? Hallo? Goeden taak. En dan gaan we weer die gekke computerwereld in. Waar gaat het mis? Bij het bellen van die 1. Oh, waarschijnlijk moet ik eerst een 1 draaien. Nee, niet zo. Eerst een 1 drukken. En dan de middelste knop drukken ofzo. Telefoon pakken? Hoe werkt dit? Bel ik een 1? Ik snap er de babyballetjes van. Gewoon woe. Het is gelukt volgens mij. Volgens mij is het gelukt. Ik heb geen idee wat ik juist deed. Maar mijn leven is fantastisch. Dan gaan we hier weer heen. Dan stop je die cartridge erin.
Oh, dat is niet eens nodig. We moeten even eens... ja, ik denk dat die cartridge wel hierin moet. Want hij kan niet in dat hokje waar ze zeiden, je hebt de cartridge niet. Ik kan er nu wel heen. Dan kan hij niet meer zeggen, je hebt de cartridge niet. Hij zegt alleen, je hebt de cartridge ergens niet ingestopt. Hey vriend. Oh, het is wel goed. Woe, super geheime data gestolen. Zing. Voor de rest vind ik het heel fijn hoe de telefoon werkte door overal boos op te klikken. Hallo, Japanse vredetuin. Broodkrummeltjes voor het volk. Bitches. Pam, trickshots. Wow, Slenderman. Ben ik er weer. Wat? Broodje. I hope you're ready for another job. Nog een baantje. Ik weet niet of ik dit wel aan kan. Kijk. We moeten deze man vinden. De cowboy. Hij heeft een waardevolle neppe nier. Dat is logisch. Geschatte waarde 25 miljoen, hè? Okay. Extract it from him at any cost. Improviseer. Ik weet dat je het goed doet. We gaan even speedrunnen hoor. Nu ben ik goed in deze game. Fucking goed misschien zelfs. Pilletje in, bad, boom. Gewoon slikken als een slikken in mijn mikken. What the fuck? Is dit... Huh? Dat is nieuw, een trap afloopt. Ik heb die pillen er net gepakt of niet? Waarom werken mijn drugs niet? Ik heb er zoveel voor betaald. Ik vind dit een beetje zonde. Ik scroll, maar ik zie niks. En is het de bedoeling dat ik gewoon nu heel erg in de war ben? Deze game is soms best wel onduidelijk, weet je dat? Sommige games zijn best duidelijk. Deze game? Niet zo. Ja, ik zie dit. Ja, deze man vinden. Dit is het favoriete restaurant. Het sushi restaurant. Oké dan. Helemaal mooi. Moet ik je schoenen pakken? Is dat het? Is dat het? Nee. Ik kan overal op klikken, maar voor mijn gevoel staan de drugs gewoon niet aan. We kunnen even heel makkelijk miljoen als je dat gevoel hebt. Exit naar main menu. Ben je zeker? Ja, deze game zit namelijk vol met chapter select. Het was een nieuw chapter. Next, doen we dan. Next. Oh, blijkbaar is dit goed genoeg. Nou, oké, we zijn hier weer. Wee! 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 Oké, dan komen we weer terug. Hey, welkom terug. Ik wil dat je dit doet. En ik gooi weer een broodje dezelfde kant op. I hope you're ready for another job. Ik heb weer een baantje voor je. Oh nee, niet weer. De hele cutscene. Mijn leven, Richard. Mijn leven. Ja, waardevol neppen hier. Geschatte waarde 25 miljoen. Ik heb dat broodje nog op de grond liggen trouwens. Zijn voeten liggen trouwens net op tafel, terwijl hij staat rechtop. Dit is fantastisch. Improvise. I know you'll do well by me. Oké. If you don't mind, I've got a landline to install. Hij gaat dus gewoon dood op de grond liggen. Ik denk dat ik ze moet pakken en op 1 moet drukken misschien. En dan eentje innemen. Ja, missie start in 5, 4, 3, 2, 1. Tweede missie. Jongen, zin in, denk ik. Ik denk dat ik er zin in heb. Weet nog niet zeker. Oeh, spooky. 1611. Volg de cowboy. Dit is iets voor mij. Kom hier, cowboy. Ik zal je behandelen met mijn liefde. En ik ga gewoon afgeleid worden door alles. Hallo. Alsjeblieft, zit. Zeg ik geen nee tegen. Oké, wat nu? Probeer dit. Ham nam 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 nam. Dit was een Micho Spencer. Ik heb op je gekotst. Drink het op met dit. Dit is waarschijnlijk ook vies. Dan kotsen we even over deze man heen. Ja, het is duivenmelk. Sorry. Maak je lichaam schoon met dit. Nou, wat zal het zijn? Apenwater. Wat moet ik me überhaupt voorstellen bij apenwater? Ik ben beschaamd. Heb je nog iets voor me? Of is het 3 genoeg? Why you click on me? Why you talk to me? Helemaal geen zin hierin. Oké, wat is hier te doen? Hartstikke leuk. Dat had ik al eerder willen doen. Drank en drugs. Oké, dan niet. Is niet erg. Hallo. Gewicht van haar front. Kunnen we hier naar binnen? Kunnen we hier onderdoor misschien? Nee. I tried. Hier is een man. Kom hier. Ik ben hier. Wat nu? Neem mijn advies. Overklok je onderbroek niet. Heb je een bite om te eten? Ik wil motorolie drinken. De regering. Kan ik dat koekje eten? Neem mijn advies. Overklok je onderbroek niet. Dankjewel voor het advies, man. We gaan even verder. Hier kunnen we niet in. Hier kunnen we misschien in. Nope. Hier is weer een of andere vrouwhoer. Hallo, vrouwhoer. What up? Ga dit busje weer wegrijden als ik op klik? Niet eens deze keer. Magisch.
We lopen lekker door. Lekker tempootje. Bam, bam, bam. Is dit iets speciaals? Nee. Is dit iets speciaals? Waarschijnlijk wel. Doe dat niet. Hartstikke mooi. Tempo, tempo, tempo. Excuseer mij. Ik excuseer je. Mijn fasewinkel is geïnvesteerd met vliegen. Oké. Ik kan je wel helpen, denk ik. Oh, shit. Kom hier, vlieg, bitch. Pat, pat, pat. Pam, pam, pam. Wow. Je bent de oplossing voor dit probleem. Ga alles kapot maken. Is het dood? Vast niet. Ja, beter. Ik heb even alle fasen kapot staan, anders dan is het geen goede service natuurlijk. Dit is leuk om te doen. Wat er nou een brein in? Had ik net nodig. Ik heb zelf namelijk geen hersenen. Oh, daar is hij. Oh, jeetje. Pat! Zo. Dood. I am in your debt. Pat. Nee, het is een soort Japans-Amerikaanse vlag. Geinig! Zo, als ik al die fasen kapot sla, dan staan we op de kiet. Zo. Ik hoop niet dat ze duur waren. Want ik stuur de rekening nog op. Zo, mijn agressie is ook weer weg. Oh, wacht toch niet! Zo. Nu is het af, denk ik. Ja. Dank je voor jouw kans. Uitroepteken. Ik sla je op de bips. Moet je al je bips laten zien. Oké, dan niet. Ik ga weer weg. Die kant op. Hartstikke gezellig is het hier, joh. Niet normaal. Oh, ik heb nog steeds die vliegenmapper. Wow. Mensen veranderen in boze vliegen en gaan weg. Dit is handig. Als het druk is. Oh, hier was die man heen trouwens. De cowboy. Even een normaal gesprek met mensen doen. Is dit lekker nog? Of toevallig iets in die richting? Wat is het? Wat heb ik zojuist gegeten? Wil je sushi proberen? Elektrische katten inktvis. Oké. Okay. Ja, denk ik. Oké, ik ga weer weg. Jemig. Sommige mensen zijn zo gemeen. Blockbuster video. Ik doe hem er lekker in. Pats. De wereld is gered. Wat nu? Pats. Wow. Hij kan niet veranderen in een vlieg. Wow, zijn gezicht is een smiley face. Kan hij ook blij worden hiervan? It's cool. Pats, op de bips, op de bips, op de bips. What? Ja, 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 voor de hulp moet je dat ding bellen, maar dat werkt gewoon niet, dus ja. Iedereen slaan is leuker dan je denkt. Welcome to God Unlucky Electric Squid. Oké, we gaan naar binnen, denk ik. Pam, pam, pam. We gaan naar binnen, zonder kloppen. Welkom. Dank je. Alsjeblieft, geen schoenen. Beter. Oké. Moet ik gewoon gaan zitten en eten ofzo? Hoe werkt dit? Hier is in ieder geval de kok. Hallo. Je mag niet naar binnen. Ik zie wel zo'n blobvis. Dat is wel nice. Oh, hier is de cowboy natuurlijk. Laten we die even gauw negeren. Ik hou niet zo van cowboys. We kunnen de vrouwen-wc in. Laten we dat even gauw doen. Gegroet. Vies peuk. Verander in een vlieg en gaat heen. Hoezo is dit een vrouwen-wc? Hoe werkt dit? Moet je erin liggen? Heb ik zin in namelijk. Fucking grote spin. Motherfucker. Hoog houden. Yeah, nice. Kan ik misschien op die vrouw slaan? Dat zal lachen zijn. Vrouwen zijn dol op spinnen, weet ik. Met ervaring. Als spinnendeskundige. Voor mij kan ik hem alleen maar omhoog slaan, denk ik. Het zou leuk zijn als ik op die vrouw kon slaan, namelijk. Op die vrouw! Oké, dan niet. Yucky, een spin. Viespeuk, je bent zelf een viespeuk. Dat is een spinnenweb trouwens. Aha! Misschien komt er zo meteen opeens een quest waar ik ze wel dood moet slaan ofzo. Er zijn wel meerdere spinnen hier. Ik heb ze eerder nog niet gezien, dus ik denk het wel. Fuck jou, bitch. Misschien toch maar met een cowboy praten. Gegroet, cowboy. Ik ben dol op sushi. Het enige wat ik niet aan heb is de fugu. Ze hebben mijn schoenen aan laten houden. Oké, cool, cool. Working at Neurocorp 17 years. We moeten denk ik zo meteen iets doen met het eten dat langskomt. En het aan hem geven ofzo. Denk je? We gaan lopen even het hele gesprek door, dan kijken waar we uitkomen. Ga je naar Johnny Cash? Johnny Cash, grapje. Erg aardig.
Zo. I was born and raised on a random farm. Geboren en getogen op een boerderij. You know, I've been bit by snakes, gators. Oh man, ik wil verder met mijn leven. Ik heb mezelf een loonsverhoging geregeld. Ik mis het rijden in mijn pick-up. Dit is een nieuwe hoed. Ik zal je even vertellen. Best sushi in de stad, oké. Er is vast iets te doen met die sushi. Dus vast een van deze sushi's belangrijk. Anders kwamen ze niet voorbij. Oh, wacht. Nee, ik ben lang niet klein genoeg om op deze sushi-band mee te kunnen. Ik kan er wel overheen lopen, dat scheelt weer tijd en zo, maar... Ik had deze spin. Hehe. Er gaat zoiets gebeuren met die spinnen. Ah! Oh, ik kan die spinnen vangen. Eentje. Oké dan, even kijken hoor. Zat er in de mannenwc nog eentje. Hartstikke mooi. 2 van de 5. Hier in de hoek zit er nog eentje, pats. Hier zit er nog eentje, pats. En dan moet er nog één spin. Die spin in die pot ziet er super cool uit, als je dat in ieder geval maar weet. De laatste spin. Aha! Nice, wat nu? Niemand geven of zo? Deze man. Wow, hij is dood! Oh ja, die man hield niet van een bepaald soort eten. En die moeten we klaarmaken, denk ik. Dan kan hem in zijn gezicht spuiten. Ik ben blind. Heel droog. Ik ben blind. Oh, aangenaam. It's nice. Ik kwam net terug van de schoonmaker. Oké, daar komt hij. Oh, wacht, ik denk dat ik het al weet. Hij kan er niet tegen dit spul. We moeten het op het eten spuiten, denk ik. Dan neemt hij dat eten in, omdat hij het lekker vindt. En dan wordt hij vergiftigd met het spul. Dus dan even al het eten onderspuiten. Gewoon mooi. Oh, dit is misschien het eten dat moet hebben. Het is wel, kijk, het is helemaal van kleur veranderd. Lekker om aan te geven wat je allemaal moet doen. Deze game is best leuk. Soms moet je een klein beetje nadenken. Iets waar ik niet echt kan. Maar als ik dan nadenk, dan lukken dingen. Hij eet het vergiftigde eten. En gaat dood. Hij gaat naar de wc, natuurlijk. Alle mannen gaan wel eens naar de wc. Is nog een spin trouwens hier. Bam! Bitch. Hij is flink aan het kotsen, zat te horen. Zoals het heurt. Natuurlijk zit hij in de vrouwen wc. Dat zat eraan te komen. Hey. Wow! Hij heeft zijn orgaan uitgekakt of zo. Fuck. Target acquired. Ik voel me gewoon goed bij. Dit is gewoon frustratie die het lichaam verlaat. Oké, wat nu? Ik heb het orgaan. Iemand nog een orgaantje kopen. Anders doe ik hem op de lopende band. Geen fijne nacht. Hallo mevrouw. Oké, ik en mijn orgaan gaan weer weg. Later. Ik en mijn orgaan gaan er vandoor. Return to Darlington Station. Wow! Ik heb die tekst kapot gelopen. Lol. Hebben we nog steeds die vliegenmapper? Ja, hier is geld. Geld, money. Geld, money. Oh god, gangsters. Ik kan je niet horen. Zei de man met de gigantische oren. Hier is een orgaan. Hier is een orgaan. Hallo, gangsters. Oh! Oh! Fuck de gangsters! Zo, hé. Hey. Ik wist misschien, als ik dit ding niet had gehaald, dan was het een stuk moeilijker geweest of anders gegaan misschien? Oh, een bowlinggrapje. Het is net een bowlinggrapje, hoor. Een bowlinggeluid als je ze raakt. En zat ik een bowlingkegel bij. Hoi. Oké. Wat ik ze het orgaan geef. Oh, je kan ze ook gewoon slaan met het orgaan zelf. Oké. Okay. Wist ik niet. Ze staan ook echt in de vorm van bowlingkegels hier natuurlijk. Dat is wel grappig. Wat een leuk grapje. Pat. Weer een missie gehaald. Ik ben de haler van missies. Dat is best fijn. Oeh, een kaars. Oh, dan komen we weer terug in de kruidenkuttuin. Oké. Kaarsje aansteken. Hartstikke mooi. Is de game juist vastgelopen? Nee, gelukkig niet zeg. Oké, even aansteken. En dan in mijn anus. Ja, wat nu eigenlijk? Allemaal gezellig hier hoor. Bloem in de fik zetten misschien? Gongetje luiden. Oké, dan kunnen we alle wieren ook aansteken. Hartstikke mooi. En dan de gong slaan natuurlijk. We zijn er weer. Wat is er gebeurd met je kantoor, vriend? Oh, hij is steek aan het maken, natuurlijk. We have to wait for things to cool down a bit.
Oké. Okay. Heb je een nieuwe missie voor me? Neem een vakantie. Oké, vakantioneel. Ondertussen overstroomt je ding een beetje, denk ik. Dit hoort, denk ik. Oké, waar de fuck gaan we heen? Mag ik kiezen? Oh, wat leuk! Oh, dat is zo'n... ja, dat zie je vaker in series. Dat mensen op vakantie gaan en dan zie je zo'n pijltje, weet je, over hoe ze reizen. Ik ga gewoon overal langs. Oh, shit. Wat een leuke vakantie, dit. Zo, ja. Een beetje hierheen. Slechte sector, hoor. Dat is niet erg. Nieuw Frost York. Oké, ja. En een mooie... Wat mooie figuurtjes erin maken. Wow, het is een piemel. Dus nu gaan we een hakenkruis maken. Dat is een uitdaging. Het kan wel in principe, hoor. Als je echt wil. Als je echt wil, kun je van alles een hakenkruis maken. Behalve dat één ding al verkeerd staat. We gaan gauw verder. Wacht, ik fix het. Ik maak er een heel blij mannetje van. Zo, hier is een hele blije hoofd. Hij heeft twee ogen, zo ja. En zo, nog een arm hier. Zie je? Het is geen hakenkruis, dus een blij mannetje. Oké, okay, ik denk dat we gewoon alle plekjes heen moeten gaan of zo. Paats. Oké okay dan, tuurlijk. Even gauw wat puntjes pakken. Woe, ik ga hard. What the fuck? Dus moeten we daarheen? Is dat het? Thunderdome, Beyond Thunderdome. Waarom staan er van die cirkeltjes omheen? Ik wil het eigenlijk niet eens uitvogelen. We gaan erheen. Toch wel. Aha. Ik mag niet meer bewegen. Een speciale missie is gestart. Denk ik. Daar lijkt het wel op, ja. Wat is Rick anders aan het doen met zijn leven? Precies. Bonuspunten voor jou. Oeh, we zijn echt op vakantie. Vakantie, vakantie, dat lijkt me een goed plan. Vakantie, vakantie, la 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 la. Vakantie, vakantie, la 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 la. La 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 la. Oké dan, oké. Inchecken. Wow, aloha. Sorry dat ik je laat wachten. Je kamer nummer is 405. Dank je. Oeh, dankjewel voor het laserkaartje. En een boekje, zo. Polly Blank. Tuurlijk. Wat zei je? Wat zei je over mij? Oké. Okay. Toppie. Maar niet roken hier. Oké. Okay. Tuurlijk is die man aan het roken. Ik heb schaamluis. En ik zou jou graag schaamluis geven. Is goed? Oh, als avondeten. Ja, crabs is in het Engels de krab en schaamluis. Oké. Okay. Als je mijn mond vindt, meld het eventjes. Mijn favoriete dier is koraal. Tuurlijk joh, jij wel. Dank je alsjeblieft. What? Laserdrankje. Nice. Nog eentje alsjeblieft. Oh, ik kan niet betalen met zanddollars. Balen! Het is gewoon alleen een rum en... Oh, mijn god. I'm actually from Edinburgh. Zo spreek je dit uit. Je spreekt het niet als Edinburgh. Het is Edinburgh. Ik heb hier wat geleerd. Ik praat alleen... Sokpop. Oké, okay, wat is je probleem? Mooi tapijt. Nou, dan wel. Dat dan weer wel. Hallo, meneer en mevrouw. Het zijn twee mannen, denk ik. Het zijn denk ik twee mannen. Oh, een schuim spion ding. En meneer. Whatever. Ik ben op vakantie. Ik heb dit gezeik niet nodig in mijn leven. Wow, een pratende koala-beer. Het is de beste plek waar ik ooit ben geweest. Oké dan, denk ik. Nog een keer mee met me praten? Oké, dan moeten we denk ik gewoon naar onze hotelkamer toe. Maar hoe? Hier is de receptie. En dan. Is er nog iets? Gewoon alles in de game vinden en kijken of het iets doet en dan huilen. Dat is wat ik, meestal mijn strategie in games zoals deze. Oh, hier is nog een barretje waar we heen kunnen misschien. Hartstikke leuk. Hier op klimmen. Ziet er wel klimbaar uit. Aha! Nee. Het lukt heel langzaam, denk ik. Ik denk dat ik zo bij mijn kamer kan komen ofzo. Ah, natuurlijk. Ik zit op de vierde verdieping van dit hele gebeuren. We komen ergens, denk ik. Ik weet niet of het de bedoeling is dat ik op het dak klim, maar... Ik kom heel langzaam weer op. Kijk, daar zit wel een mannetje. Oh, shit. Oké, shit. Dat wordt een moeilijke sprong. Nope. Papegaaien. Ga papegaai. Oh, fuck. Fuck my life.
Hallo. Dit moet ook gewoon een normale ingang zijn hier. Of ligt het nou mij en bestaat het gewoon weer niet en shit. Kan. Meld het dan even. Oké. Okay. Oh ja, hier. 4! Dat ben ik namelijk. Ik bestuur de lift en mijn gedachten. Tuurlijk, joh. Als dat je ding is. Er moet wat te doen zijn met die opdrachtgever hieronder. Dan moeten we, we gaan even naar de derde verdieping toe, anders joh. Derde verdieping! Fuck mijn kamer! Deze man! Hallo. Oh, het is alleen een man met een touwtje erin. Je bent de beste. Dank je, dank je. Wow, het is best wel groot hier. Als je alles wil verkennen, dan heb je gewoon geen leven nodig. Ik heb gelukkig geen leven, dus dat scheelt. Oké, we gaan naar de vierde verdieping, denk ik. Terug naar de vierde, alstublieft. Oké, dan. Ik denk dat we hier vast ergens onze kamer hebben. Lijkt me best logisch. Wat de fuck is dit? Oh, lekker spioneren. Wow, een man. Oké, dan. Is dit mijn kamer? Nee. Is dit mijn kamer? Wacht, ik had het ticket toch bij me? Oké, niet meer blijkbaar. Toppie. Het zal van mij zijn dan. Ja. Wie komt er anders binnen behalve ik? Ik. Precies. Supergeheime spionnensoftware. Hartstikke belangrijk. De telefoon! Die banaanvormig is. Verandering van plannen. Oké, er is een hele gevaarlijke man hier op de locatie. Goeie kans. Neem deze koffer. Wissel van koffers. Oké. En get gassed up. Oftewel, we moeten ons meer uitzien als een gast. Gaan naar de bar. Een man met een horn-rimmed glasses. Je wordt in de gaten gehouden. Oké, dan. Flikker de banaan weg. Neem het koffertje mee. Hartstikke mooi. Fuck is dit? Oeh, dat is nice. Dat heb ik nodig gehad. Oké. We moeten dus als een beetje casual gekleed naar beneden gaan en even een koffertje ruilen. Fuck it hoor. We maken deze missie wel even af voor deze video. Ik ga denk wel vanuit dat ik verder ga met deze game op mijn eigen kanaal. Op de Serpent Gameplays. Deze game is zo gigantisch hilarisch. Ik vind hem heel leuk in ieder geval. Je bent niet mooi genoeg. Fuck de wereld en zijn mooiheidsstandaarden. Ik ga deze game denk ik wel afmaken op mijn eigen kanaal. Ik heb geen idee of het nog lang duurt en dat soort troep, maar dat maakt het niet uit. Als ik er maar van geniet. Hoe kan het nog mooier worden momenteel? Je moet wel in die kast kunnen. Dat moet haast wel. Lampenkap misschien? We moeten nog... Oh, misschien een plant. Lampenkap. We moeten gewoon even overal op klikken en dan komen we uit. Gordijn? Use die gordijn. Mooi gitaartje. Nope, 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 nope. Ik wil wel het bed laten trillen. Dat is heel belangrijk. Misschien hebben we daar iets aan. Vloerkleed? Nee. Ze de bank graaien. Asbak. Asbakken word je heel mooi van, schijnt. Misschien nog een keer in de badkamer gluren. In de spiegel kijken misschien. Hallo. Naar de wc gaan. Als je minder poep in je lichaam hebt, weeg je minder. Er staat wel nog wat naast. Oh, kijk. Zo, ja, dit is fantastisch. En de bovenkant een beetje. En hier nog een gezichtje. Hallo. Is het goed genoeg? Oh my god! Ja, ik ben pretty enough. Oké, we moeten naar de bar. Op naar de bar! Ja, maar ik denk dat dit wel... Laat even een reactie achter, Hans. Of jullie dit zouden willen zien op mijn eigen kanaaltje op mijn Serpent Gameplay. Dus je denkt, dit is leuk genoeg. Het is best leuk genoeg. Ik ga er misschien een beetje langzaam doorheen. Maar ik ben dan ook een YouTuber, weet je. Als je deze game zelf speelt, ga je er misschien sneller doorheen. Maar ik ben over van alles aan het lullen. En ik ben ook stiekem vind ik deze game wel leuk. Dus dan let ik ook op heel veel dingen. Ben je recent naar het strand geweest? I don't know. You should stop by. Ja, ik snap. Ik zie er lekker uit nu. Iedereen komt op me af. Dat zijn mijn idee. Ga naar het strand. Nee! Oké, misschien een beetje. Fluit me niet na! Ik heb ook rechten soms. Fuck deze taart. What the fuck? What the? What the? Wat doe ik bij mijn leven? Play game. Wat? Is dit online? Is dit online of zo? Hoe werkt dit? Prenuptial agreement. Hier is een trouwdingetje. En mensen trouwen met elkaar en ik snap er de bal van. Oh, hier is een fles. Misschien kan ik daarmee gooien of zo. Champagne. Meer hartjes. Ik heb oneindig champagne momenteel. Ik snap hier maximaal de ballen van. Oh, daar is iemand. Oké. Okay. Oh, je moet ze ploppen inderdaad. Plop! Oh!
awesome! De nieuwe Call of Duty is hier! Schreeuwende geit is ook hier! Nee! Aan de kant, trouw met mij! Shit, er is al veel achter me aan. Dit is super cool! Waarom bestaat dit? Nee. Ze zijn nog steeds beneden natuurlijk. Oh my god. Moord. Moord. Wie schiet er op mij? Pat! Schiet je zo uit de lucht. Deze game is fantastisch. Oh ja. Bam! We moeten even verder met de game denk ik, maar deze kleine minigame is geinig. Exit cake. Dit soort kleine troepdingen door de game heen. Dat is op mij zo fantastisch. Is dit een goede man? Nou, je moet een man zoeken met een koppertje natuurlijk. Ik denk dat het een van deze twee mannen is. Persoonlijk. Ja, dat is gewoon een gevoel. Ja, daar is hij hoor. Is er iets, man? Manier. Hier is er nog een mooie vrouw. Hallo. We zijn tweelingen. We lijken wel op elkaar. Ik hou van je lippenstift. Dank je. Mijn lippenstift is inderdaad verbazingwekkend. Oh, je mag hier wel roken en hier niet. Ik snap er ook de ballen van, hè. Oké, dat is in ieder geval uit de lucht. Dat kun je niet meer commenten nu. Ik stel voor hier de aflevering misschien af te sluiten. Ik ga nog even gaan kijken of ik hem af kan sluiten. Het zou tof vinden als we gewoon verder kunnen. Even gauw het koffertje doen en alles klaar. Eigenlijk moet ik ook nog even naar het strand voor mijn gevoel. Hoe leidt die man af? Dat is een beetje de grote vraag. Ik zie niet wat hij zegt. Oh, moet zitten. Ah. I am absolutely distracted by your radiance. Hij is verliefd. Kidnapping, murder, potpourri. Moord. Wat? Oh, dat is wat hij doet. Kidnappen, moorden en potpourri. Oeh, ik krijg een drankje van de vrouw in het rood. Kom maar op. Zuipen die shit. Later, bitch. Later, bitch. Ik ga lekker weg met je koppertje. Oh, oh, oh. Ik ben dronken of niet soms. Ja, 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 ja. Die vrouw heeft zieke GHB in mijn drankje gedaan. Snel naar het strand. Oké, fuck. Dit is geen strand. Dit is... Dum, dum, dum. Drugs. Nee. Drugs. Drugs zijn aan. De drank. De drugs. De drank. De drugs. Alle tieners zeggen ja tegen dit spel, want het is best leuk. Alle tieners zeggen ja tegen jazzpunk. Bedankt voor het kijken van XO Gameplay. Waarschijnlijk gaat deze game verder op mijn eigen kanaal. Daar speel ik ook soms games. Tot volgende week bij de XO Gameplay. Ik sta nog steeds hartstikke open voor suggesties. Lees iedere reactie. Ik zal niet op iedere reactie reageren, want ik ben lui. Maar hey, jullie reacties doen dingen met mij. Emotioneel. Dus laat lekker reactie achter. Dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe XO Gameplay. Maandag nieuwe XO avontuur. Allemaal video's op dit kanaal. Bats, boom. Doei.